Hoi, ik ben Marnix Lemmens. Ik ben 14 jaar werkzaam in het Sint-Anna ziekenhuis. In deze coronatijd maken wij de kamers schoon waar de patiënten dan zijn geweest. Dus we halen de gordijnen eraf, we desinfecteren heel de kamer. Ook erg pittig werk op dit moment. We zijn eigenlijk de laatste schakel in het hele traject. Dus ja, we zien wel veel. We zien geen patiënten, maar we zien wel veel wat er gebeurt. Ik zit hier nu op parkeerterrein van het Sint-Anna ziekenhuis. En zoals je ziet achter mij is het leeg. Ja, dat is natuurlijk ook niet zomaar. Vrij heftig allemaal. Ik heb afgelopen vrijdag gewerkt. Heb ik 8 kamers achter elkaar schoongemaakt. Dat is ook pittig werk. Maar ook wij dragen ons steentje bij. Om het dus allemaal toch gewoon ervoor te zorgen dat het allemaal goed komt. Daarnaast wordt er ook goed voor ons gezorgd. We hebben een peer. Dus we houden vol. En ik hoop dat we het echt met z'n allen voor elkaar gaan krijgen. Om het ja, weer zo te gaan krijgen zoals het was. Want dat is toch eigenlijk wel prettig. Succes allemaal.